Zo'n 40 à 50 arbeidsplaatsen gaan mogelijk verdwijnen bij de Mithielschool in Tilburg. Het gaat daarbij ook om ambulante begeleiders die vanuit de school op reguliere basisscholen kinderen met specifieke problemen bijstaan. Het valt te lezen in het Brabants dagblad van maandag. Op een begroting van 7,7 miljoen euro moet de Mithielschool ruim 9 ton bezuinigen. Gedwongen ontslagen zijn volgens directeur Gert Dolfsma dan onvermijdelijk.